Moet ik die ook nog? Oh nee, kijk, daar komt hij aan. Fijn om vanmorgen hier in jullie midden te zijn. Ik breng de groeten over van broeder Leander Jansen. Die zou hier vanmorgen zijn. Maar hij belde mij 2 of 3 weken geleden. En hij zegt, het zou voor mij beter uitkomen in mijn planning als jij... Of hij vroeg aan mij, kan jij naar het FBC gaan? Ik zei, nou, ik moet in Ermelo zijn, in de christengemeente Ermelo. Die zich ook verbonden weet met jullie gemeente. Maar hij zegt, het komt voor mij beter uit als zou ik daar naartoe gaan. Dus wij hebben in overleg met de oudste hebben wij een omwisseling gemaakt. Maar hij hoopt de volgende keer hier weer graag in jullie midden te zijn. En het is fijn als we zo met elkaar mogen dienen. En ook dat we met elkaar, denk ik, geestelijk volwassen zijn. Dat het niet meer gaat om de prediker, maar om het woord wat gebracht wordt. En dat we zo samen ook mogen dienen van hoe de Heilige Geest het ook leidt. En het is een voorrecht om vanmorgen met jullie het woord te openen. En we doen dat vanuit Johannes 3. Jullie zijn bezig met het Johannes-evangelie. En we zijn toe aan het gedeelte na het gesprek van Jezus met Nicodemus. Johannes 3, vers 22 tot 36. En dat willen we lezen met elkaar. En daar luidt Gods woord in Johannes 3, vanaf vers 22. Daarna ging Jezus met zijn discipelen naar het Judeese land. En verbleef daar met hen en doopte. Maar ook Johannes doopte in Enon bij Salim, omdat daar veel water was. En de mensen kwamen daar en werden gedoopt. Want Johannes was nog niet in de gevangenis geworpen. Er ontstond dan een woordenstrijd vanuit de discipelen van Johannes met de Joden over de reiniging. En zij gingen naar Johannes en zeiden tegen hem, Rabbi, hij die bij u was aan de overkant van de Jordaan, van wie u getuigenis gaf, zie, hij doopt en alle komen bij hem. Johannes antwoordde en zei, een mens kan niets aannemen als het hem niet uit de hemel gegeven is. U bent zelf mijn getuige dat ik gezegd heb, ik ben de Christus niet, maar ik ben voor hem heen uitgezonden. Wie de bruid heeft, is de bruidegom. Maar de vriend van de bruidegom, die erbij staat en hem hoort, verblijdt zich zeer over de stem van de bruidegom. Deze blijdschap, deze vreugde van mij nu is volkomen geworden. Hij moet meer worden, ik echter minder. Wie van boven komt, is boven allen. Wie uit de aarde is, is uit de aarde en spreekt uit de aarde. Wie uit de hemel komt, is boven allen. En wat hij gezien en gehoord heeft, dat getuigt hij. En zijn getuigenis neemt niemand aan. Wie zijn getuigenis aangenomen heeft, die heeft hij daarmee bezegeld dat God waarachtig is. Want hij die God gezonden heeft, spreekt de woorden van God. Want God geeft hem de geest zonder maat. De Vader heeft de Zoon lief en heeft alle dingen in zijn hand gegeven. Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven. Maar wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toren van God blijft op hem. Tot zover onze schriftlezing voor vanmorgen. Ik wil nog graag kort met jullie bidden. Heere Hemelse Vader, we danken u voor de rijkdom van uw woord en dat uw woord getuigt van uw Zoon, de Heer Jezus. En we bidden, Heere, dat wij vanmorgen dit getuigenis over uw Zoon allemaal zullen aannemen. Want daarmee bezegelen we dat u waarachtig bent. Heere, ik bid vanuit de grond van mijn hart dat ik net als Johannes de Doper vanmorgen een stapje terug uit mag doen en u de bruidegom mag aanprijzen en dat wij met elkaar niemand anders zullen zien dan de Heer Jezus alleen. Heer, het is ons verlangen dat u vanmorgen in ons midden verheerlijkt zal worden. Heer, wilt u met uw Heilige Geest onze harten
openstellen. Tegelijkertijd zeggen we ook, Heer, hier zijn wij. Spreek met ons. Heer, woorden die ons kunnen transformeren, geheel en al. Heer, we bidden dat wij vanmorgen inderdaad, zoals broeder Andrew al bad, dat wij slechts uw woorden zullen spreken. We bidden dat in Jezus' wonderbare naam. Amen. We gaan met elkaar nadenken over dit gedeelte en als kerntekst wil ik deze tekst nog lezen, vers 30. Hij, de Heer Jezus, moet meer worden, ik echter minder. En als thema zat ik te denken, misschien is dat wel mooi om het zo te noemen, een geestelijke revolutie. Een geestelijke revolutie. En dan gaat het met name erover dat wij met elkaar steeds meer de focus op de Heer Jezus krijgen en steeds minder op onszelf. En weet je, de Heer Jezus heeft als geen ander gepreekt. Een van zijn bekendste preken, dat is de bergrede geweest. En aan het eind van de bergrede gebruikt de Heer Jezus een voorbeeld, een gelijkenis. Van de wijze en de dwaze bouwer. En dan zegt de Heer Jezus aan het eind van de preek, deze die mijn woorden horen en dezelfde doen, die zal ik vergelijken bij een man die zijn huis om een steenrots bouwt. Als de slagregens komen, dan blijft zijn levenshuis staan. Maar degene die het woord van God horen, en misschien zelfs klappen, maar het niet in de praktijk brengen, die zal ik vergelijken bij iemand die zijn huis op zandgrond bouwt. Als de beproeving, als de slagregens komen, stort het hele huis in. Nou, ik denk dat wij in een tijd met YouTube en met heel veel televisievoorgangers en predikers, dat wij de meest mooie en beste preken kunnen horen. En dat we zeggen, amen broeder. Een geweldig woord. Maar laten we oppassen dat wij, ja, hoe moet ik het zeggen, wel komen naar de gemeente om te consumeren. Maar om het niet vervolgens ook in de praktijk te brengen. Nou, dit woord van vandaag is een woord van opwekking. Het kan in jouw leven, in ons leven, een geestelijke revolutie teweeg brengen. En ik heb nog zitten googlen, hè, maar revolutie, dat komt van een Latijns woord, volvere, en dat betekent omwentelen, omkeren. Nou, een van de meest bekende revoluties, dat is onder andere de Franse revolutie geweest in 1789. De hele samenleving keerde in één keer om en de leus was, ni Dieu, ni maître, geen God en geen meester, vrijheid, gelijkheid, broederschap. En we hebben gezien wat voor grote gevolgen dat heeft gehad. Hele samenlevingen, ja, zijn omgekeerd, hè, en de mens kwam centraal te staan en niet meer God. Nou, vanmorgen gaat het weer om een andere beweging, dat wij als mensen niet meer centraal zullen staan, maar dat de Heer Jezus steeds meer centraal komt te staan in ons leven. Nou, laten we eens met elkaar kijken naar dit gedeelte wat we met elkaar hebben gelezen. Hè. Johannes de Doper, die heeft die les geleerd. En in vers 1 tot en met 21, wat de vorige keer aan de orde is gekomen, gaat het over de noodzaak van wedergeboorte. Nicodemus, die wordt in de nacht, krijgt hij een bezoek van de Heer Jezus, en dan gaat het erover dat we opnieuw geboren moeten worden. Dat is noodzakelijk in ons aller leven. Wij kunnen ten diepste niet, hoe moet ik zeggen, de dingen van God begrijpen als we niet wederom geboren worden, als de Heilige Geest niet ons, ja, een nieuw hart geeft, zodat we uiteindelijk ook, hoe moet ik zeggen, de dingen van God verstaan. He, dus de wedergeboorte is noodzakelijk en het heeft alles te maken met Gods liefde voor deze wereld en dat we die boodschap aanvaarden. En dan heeft de Heer Jezus dat gesprek gehad met Nicodemus en dan gaat de Heer Jezus met zijn discipelen naar het Judeese land, vers 22. Hij gaat naar het noorden. Vanuit Jeruzalem vertrekt hij naar het noorden en dan staat er dat hij doopte. Nou, we moeten altijd schrift met schrift vergelijken. Als jullie de Bijbel open hebben,
Lees met mij even hoofdstuk 4, vers 2. Wat staat daar? Vers 1 en 2. En doopte. En hoewel Jezus zelf niet doopte, maar zijn discipelen. Dus de Heer Jezus heeft niet gedoopt. Zijn discipelen doopten in de naam van de Heer Jezus. Nou, en wat gebeurt er dan? Als dat plaatsvindt, dat ze daar doopten. Dan staat er in vers 23, maar Johannes doopte ook in Enon bij Salim, omdat daar veel water was. Nou, dat was dus doop door onderdompeling. De doop van vergeving van zonde. En wat gebeurt er als ze daar bezig zijn met dopen? Dan komt daar een woordenstrijd, vers 25. Er ontstond dan een woordenstrijd vanuit de discipelen van Johannes met de Joden, de godsdienstige Joden, over de reiniging. Nou, we weten niet exact waarover die discussie ging. De verklaringen zijn er toch wel een beetje uiteenlopend erover. Hè. Zou het misschien dit geweest kunnen zijn, hè, van welke doop zal het meest waardevol zijn? Welke doop zal het meest je reinigen? De doop van Jezus en zijn discipelen of de doop van Johannes? Maar de discipelen van Johannes die worden jaloers. Die raken verontrust. Die ergeren zich. En het is misschien zoiets geweest als van, help, we krijgen concurrentie in Gods Koninkrijk. We gaan aanhang verliezen. Waarom gaan ze naar die andere gemeente, die gemeente van Jezus toe? Want de Heer Jezus was kort geleden nog onder het gehoor geweest van Johannes de Doper. Maar het lijkt er wel op dat Jezus en zijn discipelen de bediening van Johannes helemaal overvleugelen. Hey Johannes, word wakker, je verliest aanhang. Nou ja, hoe herkenbaar is dat niet, hè? Met denominaties waarin wij vandaag de dag ook te maken hebben met allerlei verschillende groepen kerken. Hoe snel kunnen daar niet woordenstrijden en twistgesprekken en een debat komen? Hè, en dat je zegt, ja, hoe zit dat nou eigenlijk? Straks nog iets meer erover. Maar weet je, die woordenstrijd, dat is voor Johannes de Doper een aanleiding om uiteindelijk het over de Heer Jezus te hebben. En dat vind ik ontzettend mooi. Dat vind ik een geweldig getuigenis. Johannes is helemaal niet bang voor concurrentie. Hij maakt zijn leerlingen duidelijk, ja, maar Jezus zou al die mensen niet naar zich toe hebben kunnen trekken als God hem daarvoor niet de bevoegdheid had gegeven. Even 27. Een mens kan niets aannemen als het hem niet uit de hemel gegeven is. Het was dus een kwestie van leiding van hogere hand. Johannes de Doper wist innerlijk, God is hierin aan het werk. En ik moet een stapje terug uitdoen. Hij had geestelijk inzicht gekregen. Hij was een bescheiden en een nederig mens. Hoe komt dat nou? Wat lezen wij in Lucas 1 vers 15? Hij was vervuld met de Heilige Geest vanaf de moederschoot af. En wie vervuld is met de Heilige Geest heeft altijd een nederig hart. Dat is denk ik een grote les ook voor ons. Hè? Johannes toont zijn grootheid in het wegcijferen van zichzelf. Johannes de Doper laat zich niet meevoeren door die woordenstrijd. Hij gaat er zelfs helemaal niet op in. Hij was vervuld van de Heilige Geest. Hij had een nederig hart. Hij cijfert zichzelf weg. En hij gebruikt dit moment om het over de Heer Jezus te hebben. En de Heer Jezus in het centrum te plaatsen. Nou, we zien daarin een voortschrijdend getuigenis van Johannes. Hè? Hij zegt, vers 28, u bent zelf mijn getuige dat ik gezegd heb, ik ben de Christus niet. Daarmee begon zijn optreden. Ja, maar ik ben de Christus niet. En op een gegeven ogenblik, dan komt daar een voortschrijdend de openbaring, zegt hij, zie het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. En nu, nog meer duidelijkheid, hij moet belangrijker worden en ik echter minder belangrijk.
Nou, wat ik zo mooi vind, hè, dat is dat hij hier in vers 29 spreekt hij over de Heer Jezus Christus als de bruidegom. En wie is dan de bruid? Nou, dat is de gemeente. En nu in deze genadetijd is God bezig om mensen te trekken uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht, tot de gemeente, de bruidsgemeente. En wij zijn hier vanmorgen bij elkaar om opnieuw ervan bewust te worden, wij zijn een bruidsgemeente die zich voorbereidt op de komst van de bruidegom. Toch? Wij bereiden ons met elkaar voor. Want de bruidegom komt spoedig terug. En wat is dan onze bestemming? Nou, onze bestemming is dat wij de vrouw van het lam zijn en dat we samen met het lam straks mogen delen in de heerlijkheid van het lam. Nou, dat is iets, ik kan dat niet bevatten. Openbaring 19 zegt het zo. Vers 7. Laten we blij zijn en ons verheugen en hem de heerlijkheid geven, want de bruiloft van het lam is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt. Mooi, hè? Wij maken ons met elkaar gereed voor de komst van de bruidegom en straks gaan wij delen in de heerlijkheid van het lam. Nou, dat zal de eeuwigheid zijn. Paulus daarvan zegt? Wat geen oog heeft gezien, wat geen oor heeft gehoord, dat is bereid voor degene die hem vrezen. Dus dat is een heerlijke toekomst die wij tegemoet gaan. En wij mogen ons met elkaar gereed maken. Nou, Johannes noemt zichzelf hier de vriend van de bruidegom. En als vriend van de bruidegom had hij die bruiloft mogen voorbereiden. De komst van de bruidegom mogen voorbereiden. Wij zouden vandaag de dag zeggen, hij was de wegbereider, de ceremoniemeester. Nou, in Nederland, hè, ik zie dat we in een tijd leven dat die huwelijken vandaag de dag, die worden steeds perfecter voorbereid, hè, door een ceremoniemeester. Het is onvoorstelbaar. Ik heb onlangs ook een huwelijk mogen hebben, hè, maar dan krijg je een heel draaiboek waar bijna per minuut staat wat er allemaal mag gebeuren en wat er moet gebeuren. Nou, de ceremoniemeester heeft het te druk mee om het in banen te leiden. Nou, Johannes de Doper is de ceremoniemeester geweest, de wegvoorbereider geweest. Maar weet je wat nou belangrijk is op een huwelijksdag? Dat die ceremoniemeester 2 stappen terug uitdoet, of 3, en dat het echtpaar, het bruidspaar, in het middelpunt staat. Dat de bruidegom op de voorgrond staat en dat de ceremoniemeester in de schaduw ervoor zorgt dat alles keurig verloopt en dat het volle licht valt op het bruidspaar. En nou zegt Johannes de Doper hier, hij moet meer worden. Moet, dat betekent, het is nodig. Het is nodig dat ik een stapje terug uitdoet in het heilsplan van God. En dat nu de Heer Jezus op de voorgrond komt. En dat hij belangrijk is en dat hij alle eer krijgt. En weet je, ik tel eigenlijk helemaal niet mee. Ik ben maar een voorbereider geweest. Een wegbereider geweest. Het moment is nu aangebroken dat het openbare optreden van de Heer Jezus begint. En dat hij als het lam van God, ja, hoe moet ik het zeggen, aanvaard wordt, dat zijn getuigenis aangenomen wordt. En dat we daarmee betuigen dat God waarachtig is. En weet je, hier, ik vind dat zo mooi, hè, vers 29. Deze blijdschap van mij nu is volkomen geworden. Daar zit iets in van intentie. Bij de voorbereiding dacht ik er van de week over na. Hij was echt verliefd geworden op de Heer Jezus. Hij was zo vol vreugde over de Heer Jezus als de Messias, die als het lam van God de zonde van de wereld zou wegdragen. Hij was in extase over de Heer Jezus. En de grote vraag ook vanmorgen is, zijn wij ook zo verliefd op de Heer Jezus dat we zeggen, mijn blijdschap is volkomen geworden. Er is op de bodem van mijn hart vreugde over de Heer Jezus. Als ik hem niet hoor in de prediking, dan ga ik verdrietig naar huis.
Als ik hem niet zie in de verkondiging van het woord, dan mis ik iets in de verkondiging. Johannes de Doper had maar één passie gehad en dat was het lam verhogen, zoals Zinzendorf dat, hè. Wij leven slechts om het lam te verhogen. Hij wilde het lam van God groot maken en verhogen als ambassadeur. Nou, ik ga het toepassen naar ons leven. Een aantal lessen, heel praktisch vanmorgen. Naar aanleiding van wat we nu hebben behandeld, en er komen nog een paar teksten straks ook aan de orde. Wat kunnen we eruit leren? Nou, in de eerste plaats, hoe snel kunnen wij niet in het koninkrijk van God te maken krijgen met woordenstrijd? Vers 25. Woordenstrijd. Jaloezie. Rivaliteit. Meningsverschil. Twistgesprek. Zo kan je dat woord vertalen. Hoe snel gebeurt dat niet in de wijngaard, in het koninkrijk van God? Waarom vinden we dat zo moeilijk? Nou, ik echter minder. Het ik van ons zit zo vaak ook in de weg. We vinden het moeilijk om misschien te luisteren naar elkaar. We vinden het moeilijk om echt te luisteren, zodat ik ga begrijpen wat die ander bedoelt. Maar weet je, ik vind het zo mooi, de grote les vond ik zelf bij de voorbereiding, als daar woordenstrijd komt, gezegend is hij die vervuld van de Heilige Geest zichzelf kan wegcijferen en het kan ombuigen en kan zeggen, ja, maar het gaat om de Heer Jezus. Laten wij aan de voet van het kruis naar elkaar luisteren, laten we met elkaar, hoe moet ik het zeggen, laten we met elkaar, ja, wel bij de kern blijven. Johannes de Doper, die gaat er helemaal niet op in. En ik denk ook in het koninkrijk van God, er kan er heel snel rivaliteit zijn. Maar Johannes de Doper, die was vol vreugde over de Heer Jezus. Ook toen hij zag dat discipelen zijn gemeenschap verlieten en uiteindelijk naar anderen toe gingen. En dat is het tweede wat ik wil zeggen. De tweede les is, als verkondiger van het woord van God, mag ik, moet ik, altijd de Heer Jezus als de bruidegom aanprijzen. Ik mag vanmorgen ook een vriend van de bruidegom zijn. En volgende week mag broeder Sam dat zijn. En weet je, in de verkondiging moet je zelf een stapje terug uitdoen. En moet je altijd weer daar zeggen, hebt u de Heer Jezus al lief gekregen? Gaat het om hem? Wat hebt u met de Heer Jezus? Hè? Dat broeder Henk Binnendijk zo vaak ook heb gezegd. Hè? Wat hebt u met hem? En weet je, dan vind ik het zo mooi wat er staat. Bladeren met mij even terug naar Johannes 1. Vers 6, 35 en 36 en 37. De volgende dag stond Jezus daar weer met twee van zijn... Sorry, de volgende dag stond Johannes daar weer met twee van zijn discipelen. Kleine gemeente zou je zeggen, mini-gemeente. En toen hij Jezus zag lopen, zei hij, zie, het lam van God. En dan komt het, en deze twee discipelen hoorden hem dat zeggen, en zij volgde Jezus. Niet Johannes, zij volgde Jezus. Kijk, dat is de ware dienaar van het woord. Die geen gemeenteleden aan zichzelf gaan verbinden, maar die gemeenteleden, die discipelen aan Jezus verbinden. Uiteindelijk gaat het erom dat wij als vriend van de bruidegom nooit de plek van de bruidegom innemen. Ik geloof dat ook de roeping is van het nieuwe verbond. Hè? Onder het oude verbond moet je altijd naar de profeet en de priester voor vragen. Ik zeg niet dat daarmee niet leiders en oudsten geraadpleegd mogen worden voor vragen. Maar onder het nieuwe verbond staat er in 1 Johannes 2 vers 28. Gij hebt de zalving ontvangen. Gij hebt niet nodig dat iemand u leert. De Heilige zelf zal het u leren. En daarmee wil ik zeggen, wij moeten elkaar aan de Heer Jezus verbinden. We moeten in de eerste plaats met onze vragen, met onze zonden, met onze vertwijfeling, met alles wat in ons is. We moeten in de eerste plaats naar de Heer Jezus gaan. En natuurlijk zijn we er ook om elkaar te helpen. Maar ik denk dat de nood van deze tijd is dat heel veel christenen populaire voorgangers volgen. Populaire bedieningen volgen op internet. En wat gebeurt er? We hebben het gezien met Ravi Zacharias,
Miljoenen hebben hem gevolgd. Een apologeet. Nou ja, een groot man. En deze man valt van het podium in zonde. En mensen raken hun geloof kwijt. Ja, ze hebben een man nagevolgd. Wij moeten ten alle tijden, moeten wij als vrienden van de bruidegom zeggen, wij moeten bij de bruidegom zijn. Hem hebben we nodig. En we moeten ons vertrouwen op hem stellen. Want ik denk dat de grote afval in de eindtijd is dat mensen en christenen personen gaan volgen en niet de Heer Jezus. De derde les. De boodschap die wij mogen brengen als vrienden van de bruidegom is er een van volkomen verlossing. Dat wil zeggen een boodschap van rechtvaardiging en heiliging. Nou, ik weet niet of hier ook ondernemers zijn, maar ondernemers die zijn nogal eens bezig om de strategie van hun bedrijf helder te krijgen. En dat doen ze dan door middel van een mission statement. Wat is je visie? Wat is je missie? Wat zijn je strategische instrumenten om dat te bereiken? Er wordt over gebrainstormd, daar heb je heidagen over. En dan zeg je, ja jongens, met het bedrijf moeten we daar naartoe. De boodschap van Johannes de Doper had een hele duidelijke mission statement. En die mission statement, dat was het Lam van God. Nou, het eerste, ik zou zeggen, het heeft twee delen. Dat eerste deel, dat is vergeving van zonde. En waarom is dat zo belangrijk? Nou, dat staat hier in vers 36. Lees even met me mee, Johannes 3, vers 36. Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven, maar wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toren van God blijft op hem. Dat is een hele aangrijpende tekst vanmorgen. Ik weet nog goed dat ik een keer jaren geleden in een tent evangelisatiedienst in Lunter heb gesproken. En het was echt een appelboodschap. En ik zeg, u kan nu in deze tent zitten en straks deze tent verlaten en u loopt naar buiten. En ineens verstapt u zich en u valt met uw nek op de trottoirband en u breekt uw nek. Als u Jezus niet kent, dan kan u in één ogenblik verloren gaan. Ik heb toen heel indringend dat uitgelegd van ja, er hoeft maar iets te gebeuren. En als wij deze Zoon, de Heer Jezus Christus, niet lief hebben, als we hem ongehoorzaam zijn, zullen we het eeuwige leven niet zien. Dan zullen we de hemel mislopen. En ik had dat heel indringend gebracht. En toen kwam er een man naar me toe uit de gereformeerde gemeente in Nederland en die was zo ontzettend boos. Ik zei, waarom bent u boos? Nou, ik had gezegd tegen hem, u gaat niet verloren. Maar als u hier zit en u bent nog steeds buiten Jezus, dan ligt u al verloren. Als wij hier vanmorgen in de kerk zitten en we hebben nog niet de toevlucht tot de Heer Jezus genomen, we geloven nog niet in de Zoon. Ja, ik ben even vanmorgen gewoon heel beeldend. Dan zit u hier met een strop om uw hals. En u hoeft maar één misstap te begaan in de zin van, u hoeft maar even het stuur uit uw handen kwijt te raken. Of vanmorgen stond er op het NOS in IJsselmuiden een meisje op de scooter vannacht verongelukt doordat er een auto ineens onverwachts haar heeft geraakt. We gaan niet verloren, maar we liggen verloren als wij geen persoonlijke relatie hebben met het Lam van God dat de zonde van de wereld heeft weggedragen. Als we de Zoon ongehoorzaam zijn. Dat is aangrijpend vanmorgen. Dat is aangrijpend. Als je Jezus niet vertrouwt, wie de Zoon niet gelooft, heeft geen eeuwig leven. En de toren van God blijft op hem. Al die dingen die je fout hebt gedaan in je leven, je zonde, je zwarte bladzijs, dat roept Gods ongenoegen, Gods boosheid en wraak en toren over ons af. En wat is nou het evangelie? Dat God in Christus verzoening heeft gedaan voor onze zonden. En vanmorgen klinkt het evangelie, net als Johannes de Doper, zie het Lam van God
dat de zonde van de wereld heeft weggedragen. Kijk vanmorgen naar het Lam van God. En laten we het kruis ietsje dichterbij brengen vanmorgen. Zie het Lam van God, dat de zonde van de wereld 2000 jaar geleden heeft weggedragen. U, jij en ik, wij hadden daar aan het kruis gedood moeten worden. Maar Jezus kwam naar deze wereld. En hij vraagt dat wij zijn getuigenis aannemen, vers 33. Wat heeft God getuigd van zijn zoon? Dat zijn offer volmaakt was, dat wat jij niet kon bewerkstelligen. Dat heeft zijn zoon gedaan. God heeft voor een oplossing gezorgd. Door zijn zoon te laten sterven aan het kruis, waardoor wij vergeving van zonde kunnen ontvangen. En bij de voorbereiding moest ik denken aan Johannes de Doper. Moest ik denken aan John Bunyan, die uiteindelijk, laten we zeggen, dat verhaal vertelt van het kruis in John Bunyan's Christenreis. Kent u dat boek? Heb je het wel eens gelezen? Prachtig boek, wat gebeurt er? Op een gegeven ogenblik, dan gaat Gods geest werken. Wat gebeurt er, lieve mensen, broeders en zusters? Wat gebeurt er als Gods geest in je leven gaat werken? Dan gaat die toren van God, die gaat je als het ware wakker schudden. Het ligt niet goed tussen mij en God. Het moet goed tussen mij en God worden. En wat lezen we dan in John Bunyan's Christenreis? Dat hij zijn vingers in zijn oren steekt en dat hij een brief heeft. Ontvlie de toekomende toren. En hij vlucht uit stad verderf. Want hij weet, ik kan zo niet verder leven. En zijn vrouw en zijn kinderen zeggen, ach man, scheid er uit. Doe niet zo benepen, doe niet zo benauwd. Maar hij gaat. Want die toren van God, die rust op hem. En we kennen dat beeld wel, hè, van christen die een hele grote pak op zijn nek heeft. Een grote rugzak, zou je zeggen. Hè, een soort reiszak vol met zonde. En hij gaat gebukt, gaat hij uit stad verderf. Nou ja, er gebeuren heel veel dingen in dat boek, maar dan komt hij op een ogenblik komt hij bij het kruis. En hij staat daar voor het kruis met al zijn zonden. Benauwd, overtuigd van zonde. En dan ineens komt daar de Heilige Geest en die geeft openbaring over het kruis. En dan ziet Christen, hij beleeft wat er op Golgotha is gebeurd 2000 jaar geleden. In de geest krijgt hij ineens zicht op dat ene bloedige offer. En wat gebeurt er op hetzelfde ogenblik? Zijn pak met zonde, schuld en schaamte, dat valt van hem af en het rolt zo van de berg af. Om het vervolgens niet meer te zien. En broeders en zusters, lieve mensen, vrienden, al ken je de Heer Jezus nog niet, God wil dat ook in jouw leven geven. Hij wil het vanmorgen om niet geven. Wie de Zoon gelooft, wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven. Wat betekent dat in de Zoon geloven? Dat betekent een ander woord, ja, voor zien op Jezus, zien op het Lam, wegkijken van jezelf. Niet meer een ongeloof, het van jezelf verwachten, maar vanmorgen, ja, van al je fouten en zonden wegkijken. En zien op de Heer Jezus die de prijs betaald heeft. En als we vanmorgen hem aannemen, jezelf aan hem toevertrouwen. Wat gebeurt er dan? Dan ontvangen wij de geest in rijke mate, zonder maat. Dan gaat hij nog meer van zonde overtuigen. En dan gaat hij nog meer de Heer Jezus verheerlijken in je leven. Maar dan zullen we bij het eindoordeel niet gestraft worden. Dan kunnen we hem inderdaad niet als rechter, maar als redder uit de hemel verwachten. Ga vanmorgen niet weg zonder hem te aanvaarden. Ga vanmorgen niet weg zonder dat je de Heer Jezus ook echt daadwerkelijk uitnodigt in je leven. Hem de ruimte geeft. Hij zegt, Heere, ik wil u kennen. Heer, ik wil net als christen vlucht uit stad verderven. Ik wil niet langer leven in de zonde. Ik wil dat het goed wordt tussen u en mij.
Nou, dat is één deel van die mission statement. De Jezus als een lam van God, dat voor ons betaald heeft, hè, vergeving van zonde. Maar het tweede deel, dat is, hij moet als het lam meer worden, ik echter minder. Dat is eigenlijk het doel van geestelijke volwassenheid. Waarom komen we in de gemeente samen als broers en zussen? Nou, dat wij elke keer weer horen, het gaat steeds minder om jou en om mij. En het gaat steeds meer om de Heer Jezus. Het doel van geestelijke volwassenheid is om te sterven aan jezelf en dat de focus steeds meer Christus wordt. Dat is het doel van de prediking. Kijk, en dat is iets anders, kinderen. Misschien een beetje een moeilijke preek vanmorgen, maar wij hebben 4 kinderen. En toen Ruben geboren werd, volgens mij was hij iets van 7 of 8 pond. Heel klein ventje. Oh, en nu is hij een jongen van 23. Hij heeft schoenmaat 45, 46. Hij is langer als mij. En hij reist de wereld over. Hij is nu in Zambia en hij komt eind oktober terug. Maar kleintjes worden groot. Fysiek. Maar geestelijk is het precies andersom. Fysiek vind je het heerlijk als ouders, als je kinderen groeien en groter worden. Dan zeggen ze, nou mooi, het is een mooie kerel, een mooie vrouw geworden. Mooie zoon of dochter, omdat hij groeit. Maar geestelijk gaat het achteruit, wordt het steeds minder. Geestelijk gaat het erom dat de Heer Jezus steeds belangrijker wordt en dat wij steeds minder worden. Dat noemen we wel reiniging van onze zonde. Nou, laten we eerst even kijken naar vers 30, die laatste woorden. Ik echter minder. Ik echter minder. Waar staat dat ik voor? Nou, dat noemen we wel eens ons eigen ik. En dat eigen ik, dat is een synoniem voor het vlees. En wat is het vlees? Nou, dat is het diep in ons gewortelde egoïsme. Waarin alles draait om onszelf. En dat maakte de val in Adam zo ernstig. Hè? Dat maakte de zondeval ernstig. Als God eerst in het middelpunt stond van Adam en Eva, toen kwam de duivel en toen kwamen Adam en Eva centraal te staan. En sinds die tijd worstelen we allemaal met ons ego. En George Steinberger, die heeft een mooi boekje erover geschreven over het lam en die noemt dat een duizendkoppig monster. Heb je dat duizendkoppige monster al leren kennen? En we belijden met elkaar de doodstaat van de mens. We belijden met elkaar de totale verdorvenheid van de mens. In de zin van, ja, dat vlees van ons, dat is zo geraffineerd. Dat kan zich op zoveel manieren religieus of goddeloos uiten. En Gods geest wil ons daar ontdekking aan geven. En dat boekje van George Steinberger, die noemt dat een duizendkoppig monster. En hij noemt 6 woorden die dat egoïsme kenmerken. En ik wil dat even, die woorden wil ik noemen. Hij noemt in de eerste plaats zelfvertrouwen. Zelfvertrouwen. Petrus, hè, als voorbeeld. Petrus zegt, Heer, als u allemaal verlaten, ik niet. Hij moest eerst over de kop om erachter te komen dat het eigenlijk zelfvertrouwen was. Nou, ik ben in mijn leven, ik kan er vanmorgen niet te lang over uitweiden, maar ik ben in mijn leven over de kop gegaan toen ik op 27-jarige leeftijd een burn-out kreeg. En God liet mij sterven aan mijn Petrus ijver voor de Here. Ik moest heel Nederland bekeren en in eigen kracht kon ik heel veel dingen realiseren totdat ik op een gegeven ogenblik op de bank lag en niks meer kon. En de Heer zegt, ja, maar jij hoeft het niet te doen en jij moet het niet doen. Je vertrouwt jezelf. Ik wil het door jou heen doen. Nou, soms gaan we in ons leven over de kop om ontdekt te worden aan ons zelfvertrouwen, net als Petrus. Het tweede, dat is zichzelf willen helpen. Ik merk dat er heel veel mensen zijn die het moeilijk vinden om de hulpvraag te stellen. Ik begeleid ook op dit moment iemand en die zegt, nee, ik moet het zelf op kunnen lossen. We zien dat bij Abraham, die God een handje wil helpen. De Heer had een belofte gegeven
En in plaats van dat hij op God vertrouwt en wacht op de Here, neemt hij de toevlucht tot Hagar. Nou, we weten wat voor ellende dat heeft gebracht. Ik denk dat wij als christenen ook aan elkaar gegeven zijn om elkaar te helpen. Dus ik echter minder, dat betekent ook de bereidheid tonen. Wil je mij helpen om overwinning te krijgen over die zonde? Wil je mij helpen om meer licht hierover of hierover te krijgen? Wij zijn aan elkaar gegeven. Het derde, dat is zelfingenomenheid. Of zelfzucht. Zelfingenomenheid, zelfzucht. De farizeeërs, die zichzelf zochten, die op de voorste rij gingen zitten, die zichzelf wilden zien, die altijd over zichzelf aan het praten waren. Een soort gevoel van superioriteit. Hoe snel gebeurt dat niet, hè? Dat we dat toch wel hebben, een gevoel van superioriteit, dat we niet leven van genade, dat we zelf ingenomen zijn, zelfzuchtig zijn. De farizeeërs die de eer van mensen meer zochten dan de eer van God. Nou, nog één, dat is de eigenwilligheid. Paulus die had een sterke eigen wil voor de Damascuservaring. Oh, wat was de krachtpatser. Hij vervolgde de gemeente. Overal ging die mensen uit de huizen sleuren om ze naar Jeruzalem te brengen. Totdat Jezus in zijn leven kwam. En wat was het eerste wat hij zei? Heere, wie bent u? En het tweede, wat wilt u dat ik doen zal? Ik echter minder. Het gaat er niet meer om wat ik wil. Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Heel vaak toen wij allerlei beslissingen nemen, dan vragen we Gods goedkeuring erover. Hè? Maar we moeten veel afhankelijker worden. Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Het laatste, dat is zelfverheerlijking. Simpson, hè, ik denk dat het ook wel een voorbeeld is van dat hij zijn kracht wilde showen. Hè? Door die poort van Gaza op zich te nemen. En uiteindelijk zocht hij misschien ook wel een beetje een complimentje en een applausje van hoe goed hij het deed. Maar uiteindelijk zegt de Heer Jezus zelf, eer van mensen neem ik niet aan. Ik vind dat heel diep. Eer van mensen neem ik niet aan. De Heer Jezus bracht alleen glorie en eer aan de Vader. Hoe snel zoeken wij niet toch naar een applausje of een complimentje? Nou, het is helemaal niet erg om vanmorgen ook gewoon eens te zeggen, degene die in de catering dienen, fijn dat jullie dat doen. Dat is ook onderdeel van het gemeente zijn. Natuurlijk is het goed om elkaar een complimentje te geven en te bedanken. Maar wat gebeurt er met je hart als het uitblijft? Als je dat een keer niet krijgt? Of als mensen het niet tegen je zeggen, word je dan boos? Mis je dan wat? Uiteindelijk alles wat we doen dat voor de Heer. Ook het praktische werk in de gemeente. Nou, met dit ego gaat God afrekenen door het kruis. De boodschap van het kruis. En weet je, de afgelopen week hebben wij een symposium gehad over transgenderisme. En er is een boek geschreven in Amerika en dat heet The Rise and the Triumph of the Modern Self. En dat is van Carol Truman en die beschrijft in dat boek hoe de moderne cultuur geobsedeerd is door identiteit, door het ego, door het zelf van de mens. En dan noemen ze als hoogtepunt de hele transgenderbeweging, ik bepaal zelf of ik man ben of vrouw ben. Het is natuurlijk ongelooflijk, hè? We leven in een tijd waarin wij niet meer gewoon zeggen, oké, ik ben een jongen of een meisje, maar ik voel mij jongen of ik voel mij een meisje. Dat is, hoe moet ik zeggen, de hele moderne cultuur ten voeten uit waar ik zelf bepaal of ik man of vrouw ben. Dus ik wil daar dit mee zeggen, we leven in een cultuur waar dat zelf van de mens juist verheerlijkt wordt en steeds belangrijker wordt en met als, hoe moet ik zeggen, als hoogtepunt nu die hele transgenderbeweging. En dan komen we vanmorgen in de gemeente van de Heer Jezus. En dan horen we, ja maar, wij volgen de weg van het lam.
En de weg van het lam betekent, ik word minder belangrijk. En het lam wordt steeds belangrijker. En ik weet het, dat is een oorlog in ons hart. Hè? We zijn constant bezig met meer voor onszelf. Toch? Constant onze cultuur. Ja, ik heb dit en dit en dit op mijn bucketlijst staan. Dat moet ik nog doen. Ja, ik heb echt meer vakantie nodig. Ik heb echt meer behoefte aan vrije tijd. Ik wil echt meer ruimte in het huis en om het huis. Ik heb echt meer geld nodig om rond te kunnen komen. Ik heb ambities en wil meer bereiken. En ik moet echt meer eigenwaarde krijgen. In die tijd leven wij. Waar het ik en het zelf juist steeds belangrijker wordt. En nou wil ik vanmorgen, en dan gaan we zo naar de afronding toe, maar wil ik even, gewoon eens even, dat we eerlijk in de spiegel kijken. Wetend dat wij werk en uitvoering zijn. Wetend dat we nog niet af zijn. Wetend dat God in onze levens bezig is. Maar ik wil graag de spiegel even van dit woord, hij moet meer worden, ik echter minder, naar ons hart brengen. Met de vraag, moet je goed luisteren nu, waar in jouw leven is de Heer Jezus de laatste maanden meer geworden? Op welke terreinen van jouw leven zie je bepaalde groei, dat de Heer Jezus voor jou belangrijker is geworden en dat jij minder belangrijk bent geworden? Waar heb je nou de laatste maanden gezien dat jouw oude jij kleiner is geworden? Dat je een stapje terug uit mocht doen. En dat je zegt, ja, de Heer Jezus is daar voor mij belangrijker geworden. Op welke terreinen ben je nou echt minder geworden sinds jouw bekering? Welke karaktereigenschappen zijn veranderd? Zachtmoedigheid, geduld, zelfbeheersing, vriendelijkheid. Is de Heer Jezus in jou toegenomen in zijn karaktereigenschap? En is dat vlees, dat ego van jou, steeds minder geworden? In hoeverre, nou een hele confronterende vraag. In hoeverre draait het in jouw persoonlijke gesprekken nog om jouw ervaringsverhalen? Ben jij graag aan het woord? Vind je het misschien moeilijk om steeds te luisteren naar anderen? En je hebt van die verjaardagen waarin altijd dezelfde mensen aan het woord zijn en hun ervaring willen vertellen. En heel slecht naar een ander kunnen luisteren. Maar eigenlijk gewoon zichzelf brengen. Kan jij oprecht luisteren naar een ander? De Heer Jezus was als geen ander iemand die oog had voor het individu. Ik breng het ook even naar de werkplek, hè. Jij bent een christen, u bent een christen. Waaruit blijkt dat op jouw werkplek? Praktisch. Waaruit blijkt dat? Als die persoon ziek is, ben je dan echt geïnteresseerd hoe het met hem gaat? Ga je dan echt voor hem bidden? En een week later nog weer de vraag stellen, hoe gaat het met je? Ik had het, en God alle eer. Maar ik ervaar dat als de leiding van de Heilige Geest. Maar sommigen van jullie kennen die Behold Your God cursus, de Zie Uw God cursus. Nou, die is vertaald door broeder Callum McLeod uit Eindhoven. En 3 weken geleden toen appte ik hem even, hoe gaat het met je? Hij zegt, nou, we hebben best wel, een moeilijke tijd, want mijn vrouw die moet volgende week naar het ziekenhuis en haar hele been wordt geamputeerd. Zo, dat is niet niks. Nou, ik zeg, ik zal ervoor bidden. En 1,5 week later, in mijn stille tijd, gaf de Heer mij die innerlijke overtuiging van, vraag even hoe het met de operatie is afgelopen. En toen zegt hij, zondagmiddag om 3 uur is ze overleden. Infectie bij de been gekomen en uiteindelijk is er dan overleden. Nou, gisteren zou ik met Alinda er even naartoe gaan, maar uiteindelijk kwam dat niet helemaal uit. Maar voor mijzelf was het weer een beeld. We kunnen zo makkelijk vragen stellen en daar niet op terugkomen. Het gaat erom dat we daadwerkelijk echt geïnteresseerd zijn in die ander. Meeleven met die ander. Dat is de grootste dienst die jij kan bewijzen op jouw werkplek.
Door te blijven bidden voor die personen en blijvend geïnteresseerd te zijn. Om zo de Heer Jezus zichtbaar te maken op je werkplek. Waar zie jij het afgelopen jaar de toename in geloof, hoop en liefde in je leven? Weet je, het is heel praktisch. Ik denk dat als Gods geest in ons komt wonen, dan komt hij uiteindelijk een werk in ons hart doen om uiteindelijk de Heer Jezus zichtbaar te maken, dat hij belangrijker wordt, dat hij meer wordt op alle terreinen van het leven, overal waar God ons brengt. En natuurlijk, soms gebruikt God daar moeilijke en pijnlijke wegen voor, maar ons ego zal afnemen en de Heer Jezus, de life of Christ, het leven van de Heer Jezus, zal toenemen. Nou, we gaan een beetje naar de afronding toe, maar wat wil ik als laatste zeggen? Gods model is dat een christen de weg gaat van het lam. Als er staat hij moet meer worden, dan zeg ik dit. Hij moet als lam belangrijker worden in ons leven. Ik echter minder. Nou, waarom? Nou, Matteüs 10 vers 16. Ik zend u als schapen, als lammeren, te midden van de wolf. Dus als we straks naar huis gaan en het zendingsveld betreden, dan gaan we als lammeren, als schapen, te midden van wolven. En dat betekent een cultuur van vijandschap, van ellebogen, van hardheid, van verscheuring, van verdeeldheid. En dan mogen wij Gods liefde en vrede en het leven van de Heer Jezus brengen. Openbaring 14 vers 4. Deze zijn het die het lam volgen waar het ook heen gaat. Het lam volgen, waar het ook heen gaat. Nou, wat is nou dat lam? Kinderen, misschien ben je wel eens een boerderij geweest en heb je wel eens zo'n lammetje in je hand gehad. Ik vind dat altijd hele indrukwekkende foto's. In het voorjaar, als een kind, een onschuldig kind, met een lammetje in de armen zit. Nou, wat zal dat nou zijn, dat lam? Nou, nederigheid, dienstbaarheid, onschuldigheid, zuiverheid, reinheid. Samenvattend, het is als het ware het leven van Jezus. Daarom zegt dat lied ook wat we straks gaan zingen. En in de tuin van de pijn verkoos hij als een lam te zijn. Verscheurd door angst en verdriet, maar toch zei hij, uw wil geschiet. Zie onze God, de koningknecht. Hij heeft zijn leven afgelegd. Zijn voorbeeld roept om te dienen, iedere dag gedragen door zijn liefde en kracht. In de tuin van de pijn in Gethsemane verkoos hij als een lam te zijn. Zijn leven is een voorbeeld voor ons. Een lam, dat betekent dus dienstbaarheid. De Heer Jezus zegt, ik ben niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. En dat is de uitdaging van morgen. Willen we dit getuigenis aannemen? Willen we dit getuigenis naar ons hart brengen? Zijn we bereid om dat uit te leven? Niet zeggen, mooie preek, nee. Om in onze gesprekken, ook van woordenstrijd, van discussie, van meningsverschil, als een lam te zijn. Met de gezindheid van de Heer Jezus, met elkaar in gesprek hebben. Weet je, dat is het grootste wat we kunnen doen om elkaar te bewijzen. Om die lamsgestalte meer en meer te krijgen. En weet je wat dat betekent? Dat betekent nederigheid. En ik las bij Tim Keller die zegt, een echt nederig mens denkt niet minderwaardig over zichzelf. Het denkt ook niet slecht over zichzelf. Maar het denkt gewoon niet meer aan zichzelf. Je vergeet jezelf. Je koopt niet met jezelf. Je vecht niet voor jezelf. Je koopt niet met je eigen verhaal. Je treedt de ander tegemoet zonder oordeel en zonder het zelf in te kleuren. Dat is de weg van het lam. Dat betekent niet vanmorgen van, als we het hebben over total depravity, hè, over de totale verdorvenheid. En als we het hebben over dat wij niets voor God zijn, dat betekent niet van, oh, dan moet ik minder waardig over mezelf denken.
betekent ook niet, oh, dan moet ik heel slecht over mezelf denken. Nee, we denken gewoon niet meer aan onszelf. Je vergeet jezelf, je komt niet met jezelf. Je vecht niet voor jezelf in je eigen koninkrijk. Johannes de Doper was vanaf de moederschoot vol van de Heilige Geest. En het voorbeeld van nederigheid, en dat gaf hem een ongekende blijdschap. Ik zend u als lammeren te midden van de wolf. Weet je wat Romeinen 8 zegt, wat Paulus zegt? Hij zegt, wij zijn gerekend als slachtschapen. Door je aan God te offeren, word je een slachtschaap. Wil jij een slachtschaap zijn? Waar het niet meer om jou gaat? Dan zeg je, ja, nou, dan zoek je niet meer, dan zoek je hem. Dan zoek je geen bediening, dan zoek je geen zegen, dan zoek je geen gaven voor jezelf. Dan zoek je niet meer jezelf, maar je zoekt het lam van God. Oh, dat is mijn verlangen vanmorgen. Heren, wij leven met elkaar, ook in de FBC, om het lam te verhogen. Om de Heer Jezus centraal te stellen. Kent u die woorden uit Exodus? En dat vind ik zo indrukwekkend. Daar zegt God tegen het volk, spreek tot heel de gemeenschap van Israël. Op de 10e dag van deze maand moet ieder voor zich een lam per familie nemen. 1 lam per gezin. We gaan naar huis straks. Weet je wat je mee naar huis moet nemen? Per gezin? Per individu? Een lam. Neem vanmorgen een lam mee naar huis. En als je vanmorgen naar je werkplek gaat, morgen, of als je morgen naar je studie gaat, neem het lam mee naar je studie en naar je werkplek. Het allerbeste wat we mee kunnen nemen, dat is een lam per familie, een lam per gezin, een lam per individu. Dat is dat wij bereid zijn om steeds meer en meer vervuld te worden met de lamsgestalte van de Heer Jezus, waarin Hij meer wordt, ik echter minder. 7 heel eenvoudige woorden. Zullen we ze uit ons hoofd leren, kinderen? Deze week, we gaan het thuis uitprinten, we plakken het op de koelkast, we plakken het op, we gaan het uit ons hoofd leren en we gaan met elkaar deze woorden uitleven. Zal dat geen geestelijke revolutie teweeg brengen? Ik geloof dat dat opwekking teweeg brengt als wij met elkaar deze 7 woorden 3 keer per dag overdenken, doorbidden. Ik ben ervan overtuigd dat dat een enorme impact zal maken. Het is vanmorgen een unieke challenge. Maar weet je, als we dat doen, dan geloof ik dat wij met elkaar er veel rijker van zullen worden. Ik sluit af met wat ik, broeder Kees Beekhuizen kwam hier net en die had in Dagelijks Woord een stukje. Ik heb het even gekopieerd en het gaat over de Engelse predikant F.B. Meyer, een vriend van André Murray. En die gebruikten het voorbeeld van een ei om te illustreren wat hij de diepe filosofie van de inwonende Christus noemde. Hij merkte op hoe de bevruchte dooier een kleine levenskiem is die elke dag meer en meer groeit, totdat het kuiken in de schaal wordt gevormd. Zo zal Jezus ook bij ons komen wonen door zijn Heilige Geest, om ons te veranderen. En F.U. Meijer zei, vanaf nu zal Christus groeien en toenemen en al het andere in zich opnemen en in jou gevormd worden. Nou, vind ik heel mooi. Neem dat ouders als voorbeeld mee naar huis. Het beeld van een ei met een dooier. De levenskiem is er aanwezig. Wanneer de kip erop gaat zitten en het uitbroeit, dan barst de schaal open en dan komt de kuiken naar voren. En dat is de boodschap van vanmorgen. Als de Heilige Geest door zijn woord onze harten bebroedt, zou je kunnen zeggen. En wij meer en meer Christus voor ogen houden. Dan zal dat eigen ik uiteindelijk minder worden. En dan zal de Heer Jezus steeds meer als het Lam van God in ons zichtbaar worden. Amen.